alcoholvrij bier. We drinken er met z'n allen steeds meer van. In 2019 zelfs 5 keer zoveel als in 2011. In 8 jaar tijd zijn we van zo ongeveer 12,5 miljoen liter naar zo'n bijna 65 miljoen liter gegaan. Waar alcoholvrij bier jarenlang een suf imago had, zijn we nu opeens met z'n allen massaal om, zo lijkt het. Hoe kan dat? Nog niet eens zo heel lang geleden werd je uitgelachen als je een alcoholvrij biertje bestelde. Bukkelaardrinkers, daar heb ik nou een ekel aan. Bukkelaardrinkers. Maar sinds een paar jaar is dat helemaal veranderd. Het aantal verkochte biertjes zonder alcohol is in 2017 met 24% gegroeid. En in 2018 met 32%. En in plaats van een verdom hoekje in de supermarkt, neemt alcoholvrij bier inmiddels meerdere schappen in. Op een gegeven moment is het natuurlijk wel zo dat brouwers ook zien dat de markt aan het veranderen is en waar ze graag op in willen spelen en ook dat graantje daarom mee willen pikken. En dat is te zien. Alle grote brouwers doen mee en zelfs de kleinere beginnen de nieuwe markt te ontdekken. Zoals Jopenbier uit Haarlem, die sinds 2018 een alcoholvrije IPA verkopen. Ik merk wel dat het alcoholvrij bier, het heeft een enorme groei al meegemaakt en het is nu al een bier waarvan ik zeg van nou, dat heeft ze graag in een half jaar al bewezen. Maar waar komt die plotselinge populariteit vandaan? Volgens Kees-Jan Adema zijn er 2 redenen. Brouwerijen hebben heel geïnvesteerd in de smaak en in de kwaliteit van 0.0 bier. Alcoholvrij bier was vroeger gewoon niet zo lekker, maar is tegenwoordig door nieuwe technieken een stuk beter te pruimen. Dus je moet op een hele andere manier gaan brouwen. Maar dat is niet alles. Ja, mijn verklaring is dat het ook te maken heeft dat mensen ook in die periode steeds bewuster zijn omgegaan met wat ze eten en wat ze drinken. Beetje bij beetje is er een hele nieuwe generatie bierdrinkers ontstaan die niet alleen bier willen drinken, maar ook fit willen blijven. 25 jaar geleden was het not done als je een maltbier dronk. En bij die millennial groep is het juist meer zo dat ze zeggen van ja, weet je, ik waarom dan niet een alcoholvrij bier? Want ja, ik kan wel een cola nemen. Ja, daar zit heel veel suiker in. En een alcoholvrij bier is misschien wel een betere keuze dan een frisdrank of een fruitsap. Kenners verwachten dat de totale wereldwijde waarde van de alcoholvrije markt nog gaat verdubbelen. Naar 25 miljard dollar in 2025. Grofweg kun je gewoon zeggen dat 1 op de 20 biertjes die in Nederland verkocht wordt, dat een alcoholvrij biertje is. En onze inschatting is dat over een aantal jaren dat er zo op de 1 op de 10 biertjes zitten. En Joep van het Hek zal het er dan misschien niet mee eens zijn. Je wordt voortaan in ieder geval wel wakker zonder kater.